De afgelopen dagen ging het er af en toe heftig aan toe. Maar vanochtend verlieten de demonstranten in alle rust de vertrekhal. Acht dagen hielden honderden anti-regeringsdemonstranten de twee grote luchthavens van Bangkok bezet. Net zolang tot de regering van premier Somchai zou verdwijnen. En dat gebeurde gisteren nadat het constitutionele hof de regeringspartijen ontbond. De oppositie dreigt wel met nieuwe demonstraties als de nieuwe regering te veel lijkt op de vorige. De eerste vrachtvliegtuigen zijn al vertrokken vanaf Bangkok. In de loop van de ochtend vertrekken de eerste passagiersvluchten.